Bakker en ik ben mede-eigenaar van Bitterzoet en ik doe de programmering hier. En aankomend vrijdag bestaan we dus 4 jaar en nou ja, dat gaan we heel groot vieren. Ja, 4 jaar geleden zijn we hier binnengekomen en dat was echt een gloednieuw pand. Wij hebben het helaas voor de vorige architect helemaal moeten omgooien, want het zag er echt niet uit. We hebben al het blanke, lelijke IKEA-kleurige hout eruit gerost en we hebben er eigenlijk naar ons inziens een hele warme club van gemaakt. Nou, dit is de kleedkamer waar je nu in zit. Nou zie je ook het, de achtergelegende waar alle artiesten altijd in moeten vertoeven. En dat is toch wel elke keer een beetje een probleem. Want als we 3 benches hebben, nou ja, vanuit de camera zie je ongeveer het hele gedeelte. Dus dat is niet groot. Er zit nog een wc achter je. Kijk, een kleedkamer hoort in mijn optiek echt ranzig te zijn. Maar ja, je komt op het punt dat als je dingen gaat schoonhouden, dat werkt ook gewoon niet. Ik bedoel, iedereen gaat hier gewoon zitten wachten voordat ze op moeten en vervelen. En na het optreden worden ze dronken en dan worden ze toch baldadig. Dus wat krijg je dan? Is dat iedereen een beetje gaat lopen tacken, lopen krassen, banken lopen slopen. Ik ben al lang blij dat het nog enigszins intact is na 4 jaar. Nou, we komen eigenlijk in de wc's van Bitterzoet en het beste bewijs van 4 jaar dronken Bitterzoet is, ik denk, de wc. Voor de vaste klanten, deze play, om de een of andere reden, is elke keer verstopt. De laatste wc zul je ook regelmatig op de knop willen drukken. Bitterzoet eigen is dat er geen zeep is. Vervolgens probeer je de tweede kraan van achter, die is kapot. Deze, bijna kapot. En dan wil je je handen drogen. En dan kom je erachter dat we dus eigenlijk helemaal geen papier hebben. Maar dan denk je, oh gelukkig, er is nog een droger. Maar die is natuurlijk ook kapot. Dus uiteindelijk loop je met je handen zo, droog het zo over je t-shirt of je broek naar buiten. Want langs het oude, welbekende schilderij van Sydney op de deuren. Weer de teelbak weg hebben geslagen en dan achter deze rekken vandaan, dus ik weet niet wat hier stond. Ik denk, wat stond hier nou? Malibu en Passoa. En dan weet je wel ongeveer wat voor types dat zijn die dat dan meenemen.